En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Aan het begin van de avond komen er nog enkele geïsoleerde buien voor. Naarmate de avond vordert, zal het droogweerbeeld een dominante rol vervullen. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen, vrijdag 5 januari, zal het in de ochtend tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In de middag is er een geringe kans op enkele lokale lichte buien. In het binnenland zullen deze mogelijk gepaard gaan met onweer en of windstoten. De Meteorologische Dienst deelt mede dat er morgen geen bijzonderheden zijn.